Je moet dus op kleine schaal denken, kleine projecten binnen je eigen gemeente. Die dan vervolgens hopelijk weer een klein steentje bijdragen in het hele grote geheel. Ik ben Marieze Slingeland. Ik ben beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling bij de gemeente Veghel. We hebben samen met UDE net een beleidsplan duurzame ontwikkeling opgesteld. Daar hebben we ook een uitvoeringsprogramma aangekoppeld. En dat is op zich heel bijzonder, omdat het voor het eerst is dat de twee gemeentes gezamenlijk een beleidsplan opgesteld hebben. Waarbij de gemeentes niet samen gaan in de komende tijd. Als ik naar de organisatie kijk. En dan heb ik het eigenlijk nog niet eens over mijn vakgebied, maar gewoon als de organisatie en de kansen die we momenteel krijgen binnen deze organisatie. Dan denk ik dat er echt heel veel kansen liggen. Er zijn heel veel projecten waar je in mee kan doen. Er wordt heel veel aangeboden. Je moet alleen je kans grijpen in deze organisatie. Je moet het dus ook zelf doen.